Een lekkend dak, enkel glas en klapperende ramen. Dorpshuis De Lier in Puiflijk ziet er vervallen uit. De gemeenteraad had beloofd voor de verkiezingen met een toekomstperspectief te komen. Maar nu blijkt dat de gemeente hiermee wacht en eerst kijkt naar een totaalplan voor Puiflijk. Een nieuwbouwplan voor De Lier gaat nog jaren duren tot de teleurstelling van het bestuur. In de diverse verkiezingsprogramma's waren er toch wel verwachtingen gewekt. We hebben er heel veel werk in zitten om de gevraagde scenario's uit te werken. Plus dat De Lier echt op zijn laatste benen loopt. En een grote renovatie is ook niet zo gebeurd. Het lijkt van binnen dat het er heel redelijk uitziet, maar er zijn behoorlijk wat verborgen gebreken. Een dak lekt, elektriciteit, ik geloof dat we 4 stoppenkasten hebben. Dat is allemaal doorgelust en zo zijn er nog meer dingen. Daardoor is het bestuur bang dat huurders van De Lier, zoals de dagbegeleiding voor ouderen, zelf op zoek gaan naar een ander onderkomen. Basisschool Het Geerke heeft zelfs al besloten om de groep 8 musical ergens anders te houden. Ja, dat is naar de Bogaard gegaan, omdat de grote zaal die van de jaren 60 is, die is niet geschikt daar meer voor. De gemeente houdt de komende jaren geld over. Een deel hiervan zal gereserveerd worden voor de nieuwbouw van De Lier. Hoeveel dat is, wordt donderdagavond in de gemeenteraad besproken. Ik bedoel, 7,5 ton tot 1 miljoen zou toch wel fijn zijn. Naast een bijdrage voor nieuwbouw hoopt het dorpshuis ook geld te krijgen om de komende jaren te overbruggen.